Hallo allemaal, we zijn terug met Weekly Web Hero en ik heb deze keer een speciale gast. En met die gast gaan we het hebben over de LinkedIn-algoritme en over de kracht van korte en lange video's op LinkedIn. Enjoy! Hallo allemaal, welkom, nieuwe video. En vorige week zat ik toevallig heel eventjes samen met Tom van de Winger Academy. En we hadden het over LinkedIn en heel de evolutie van LinkedIn en wat we moeten doen in de toekomst. En we dachten, we gaan daar gewoon een video maken. Zo is het. Dus welkom bij Web Hero, Tom. Misschien kort introductie voor jezelf. Ja, dus ik ben Tom. Alles samen zit ik 28 jaar in sales en marketing. Ja. En sinds 2007 op LinkedIn. En dus ik ben 6 jaar geleden met Winger Academy begonnen. Ja. En wij leren mensen hoe ze LinkedIn succesvol kunnen gebruiken. Ja. Ik heb een tijdje veel verdiept in LinkedIn, algoritme en zo. Ja. Maak veel video's. Maar ik moet zeggen dat ik de laatste jaar wel nog video's gemaakt heb, maar niet zozeer ben bezig geweest met hoe kan ik dat nu zo goed mogelijk aanpakken. Wat ik wel gezien heb, is dat we vroeger werkten met lange video's. Dat ging goed. Ja. En we zijn geëvolueerd naar korte video's. En ik heb het gevoel dat dat beter gaat. Ja. Maar je hebt er een mening over. Ja, klopt, ja. Dat is iets wat wij ook vaststellen. Die trend naar wat we noemen short-form video's. Mm-hmm. Heeft eigenlijk te maken met het feit dat er nieuwe generaties op LinkedIn gekomen zijn. Ja. En Gen Z zit ondertussen ook op LinkedIn. Jonge mensen. Juist. Die trends meebrengen van andere platformen. Ja. En als je eigenlijk terugkijkt, video gebruik op social media. Ja. Dan ligt eigenlijk de trend van die short-form video komt eigenlijk van Snapchat. En zij waren ja. de eerste. Ja. Met die 6 seconden video destijds. Had wel andere doeleinden dan klopt. Professioneel klopt. Gebruik. Klopt. Maar en wat belangrijk is die generatie is daarmee beginnen werken, ja, ja. beginnen spelen. Ja. Dus voor hun is dat ergens de norm. Hij heeft zich doorgezet naar platformen zoals TikTok. Ondertussen heb je ook Instagram Reels. Zelfs op YouTube heb je YouTube Shorts. Ja. Ja. Dus je merkt dat al die platformen die trends volgen. Ja. En LinkedIn is meestal ook wel een van de platformen die dat als laatst oppikt. En dat heeft natuurlijk te maken met het professionele karakter van het platform. Ja, klopt. Vroeger maakten we video's van vaak 10 minuten. Ja. En dan hadden we bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, 500 gekeken minuten. Ja. Maar dat is wel goed. Ja, als we die video korter gaan maken, gaan de mensen minder lang kijken. En wat blijkt nu? Nu maken we video's van een minuut, of ongeveer. Ja. En ik haal nog altijd 500 bekeken minuten. Ja, klopt. Ja. Dus met andere woorden, ze keken sowieso al niet heel de video vroeger. Nee. En nu zijn er meer mensen die de video helemaal uitkijken. Klopt. Ja. Dus mijn redenering is misschien is omdat we zelf meer to the point zijn. Ja, één. Je bent ergens verplicht van dat te doen in een short-form video. Ja. Maar als je kijkt naar je eigen gebruik, ik ga nu voor mezelf spreken. Als je kijkt naar het consumeren van videocontent online. Ik kijk zelden nog hele lange video's uit. En als ik ze uitkijk, dan is het toch omdat het heel, heel waardevol is en relevant voor mij. Ja, ja. Maar dan moet ik dan wel ergens aan de voorkant te weten komen dat het waardevol en relevant gaat zijn. En dan kijk je verder. Ja. Wij praten bij ons over 10x content. Ja. Ik heb het ergens opgepikt. Okay, ik weet niet meer waar. Ik weet niet meer van wie het komt, maar de term 10x content is content die 10 keer zo goed is dan de content die vandaag al bestaat. Ja. Ja, en daardoor eigenlijk komt dat vanuit het SEO-verhaal bij ons, hoger scoren in Google. Be the best answer, zegt Google. Ja. Dus we proberen het best mogelijke antwoord te geven, 10 keer beter dan het antwoord dat al bestaat. Ja. En dan score je natuurlijk hoog in Google. Klopt. Maar eigenlijk is dat ook toepasbaar op video's. Absoluut. Ik denk dat die trend zich alsmaar meer en meer gaat doorzetten. Mm. Als ik kijk, ik heb 2 dochters van 10 en 14 jaar. Ja. Voor hun is videocontent de norm. Die volgende generatie, generatie Alpha, die gaat ook stilletjes aan professioneel actief worden. Klopt. Ik ben zeker dat daar een verschuiving gaat komen naar dat soort van content. Ja, ja. En dus wel iets die belangrijk is voor jullie klanten, bedrijven in het algemeen, om vandaag al in te pikken op dat soort van content. Ja, ja. Ik denk bijvoorbeeld aan vacature-content. Ja. Vandaag is het heel veel vacatures, copy-paste, de opbouw enzovoort. Klopt. Je moet daar toch vandaag iets creatiever mee gaan beginnen omgaan. Ja, ja. Ja, dat is ook employer branding. Hè. Juist. Ja, ja, zeker op LinkedIn is dat belangrijk. Ja, klopt. Zeg, als we toch long-form content of lange video's willen maken, waar moeten we dan op letten? Buiten de 10x content? Ik denk dat de kracht zit in de voorkant van je video, waar je de boodschap zodanig to the point waardevol moet maken en uitleggen wat mensen mogen verwachten gedurende die 10 minuten. Ja. Een beetje zoals in het journaal. Hè. Ja, ja, in het journaal zeggen van dit gaat komen. Ja, ja. Ja, en dat maakt dat je blijft kijken. Dat is eigenlijk hier hetzelfde. Dus, nu je aan het vertellen bent, denk ik onmiddellijk aan de podcast die ik elke ochtend luister. Dat is de 7 van de tijd. Ja. En die doen dat ook. Altijd eerst heel kort de 7 punten die ze gaan aanhalen. Okay, en dan, Dus ik denk dat ergens de uitdaging is wanneer je dan toch een lange video wil gaan plaatsen of posten. Ja. We hebben dat eigenlijk niet goed gedaan dan. Maar we kunnen wel een ander resultaat. Maar we kunnen wel de context schetsen in de bijhorende tekst. Maar, ja. Mensen kijken eerst naar het beeld in de newsfeed. Ja. En op basis daarvan beslissen ze heel snel of het waardevol en relevant is om halt te houden. Ja, ja. Dus dat gebeurt echt supersnel. Thumbnails zo maken. Ja, klopt. Ja, en dus pak daar dan misschien een beeld bovenop op die video, waar al textueel in staat wat mensen mogen verwachten als ze op play duwen. Ja. En zorg dan dat je in de voorkant ergens die inleiding doet, zoals in het journaal. Ja. Ja, dan heb je kans dat mensen inderdaad die video gaan uitkijken. Ik denk ook dat je reputatie en je brand, als je vaak goede content brengt, gaan de mensen ook sneller geneigd om langer te kijken. Heeft dat ook invloed op het algoritme?
Jawel, hè. Dat mensen op basis van ervaringen met personen, influencers of met merken, dat ergens een bepaalde perceptie hebben rond de boodschappen die die merken of personen verspreiden. Ja, ik zelf bijvoorbeeld volg heel wat mensen waarvan ik weet, ja, iedere keer dat die iets posten, is dat voor mij relevant en waardevol. Ja, dat maakt dat ik ook de tijd neem om die content te consumeren. Dus ik mag hopen dat dat voor ons ook zo is met deze video. Zo werkt het wel. Ja. Ik wil nog even inpikken op die trend van die korte video's. Ja. Wat wij doen, omdat wij proberen slim te werken en één video te maken voor de verschillende platformen, en ik weet dat dat misschien niet altijd ideaal is, maar we proberen dat. Maar bijvoorbeeld op LinkedIn is de maximum tijd van de reel 60 seconden. Ja. Dat wil zeggen dat we heel hard moeten pushen om alles in die ene minuut te krijgen. Mm-hmm. En daarna pushen we die ook op LinkedIn. Dus je ziet wel dat inderdaad die videoformaten eigenlijk overgenomen gaan worden in op LinkedIn. En ik wil een paar tricks, want je had er nog niet van gehoord, ik heb een paar dirty tricks die ik graag wil delen. Ja, graag. Dus één, in die video knippen we alle uis en aas ertussenuit. Dus die video wordt in één keer een stuk korter. Ja. En dat lijkt alsof ik heel snel babbel soms, omdat die dingen er zijn uitgeknipt. Absoluut. Dat is nog een tweede reden waarom ze denken dat ik heel snel babbel. Dat is, wij versnellen die video's met 10%. Oké, okay. Cool. Dus je beseft dat mensen weinig tijd hebben, dus het moet super snel. Goeie tip. Ja, een paar dirty tricks. Hè. Ja, cool. Was uw besluit, samengevat, LinkedIn in 2023? Ja. Dus ik denk dat je ziet, short form video, dus de korte video's, stilletjes aan LinkedIn binnensluipen. Het is al eventjes aan de gang. En jullie waren daar een van de trendsetters ook in Vlaanderen, vond ik. En zeker dat het gaat toenemen, dat aantal. Zeker wanneer de NZ alsmaar meer op dat platform gaat komen, de volgende generatie daar gaat aankomen. Dus mijn advies zou zijn aan bedrijven, hou er rekening mee dat er vandaag 4 generaties op LinkedIn zitten, die andere noden en behoeftes hebben rond content. Ja. Probeer die allemaal te bedienen vandaag. Hè, door textueel misschien sommige mensen toch te bezorgen dat ze, dat ze die content krijgen. In video, shortform, en je zou bijvoorbeeld shortform als inleiding kunnen gebruiken voor een langere video die je dan ergens anders kan geconcentreerd voor op de video of op de website bedoel ik, van YouTube, whatever. Dus dat zou een beetje mijn advies zijn. Beschouw de periode die er nu aankomt als een overgangsperiode en zet in op die verschillende doelgroepen en die verschillende noden. Wordt LinkedIn dan gewoon geen nieuwe Instagram? Ik denk het niet. Nee. Ik denk dat LinkedIn altijd professioneel social media platform zal worden. Ja. Dus we gaan u niet zien dansen in een video over een jaar. Gelukkig niet. Ik mag het hopen. Maar het is wel zo dat de behoefte opnieuw rond content inhoud wel verschillend is per generatie. Ja. We mogen niet stereotyp denken. Er zijn mensen, oudere generaties, die dat ook leuk vinden en omgekeerd. Maar de keper beschouwd is het wel zo dat de verwachtingen, de noden daar wat anders liggen. Dus ik denk dat er, als je kijkt naar de newsfeed vandaag, die is veel menselijker qua content, heel vaak. Dan de newsfeed van 10 jaar terug. Absoluut. Dus die shift zie je ook al wel. Ik denk dat hetzelfde gaat plaatsvinden met video. Ja. We gaan nog 2 video's opnemen. Klopt. Over waar gaan die gaan dan? We gaan het hebben over AI. Ja. Dus artificial intelligence. In combinatie met LinkedIn. Klopt. Dus het gaat over content creatie. Ja. Door middel van artificiële intelligentie. En die echt wel hot topic is vandaag op LinkedIn. Ja. En dan de derde trend waar we het over gaan hebben, is wat we noemen micro-influencer marketing. Mm-hmm. Ik wil eigenlijk zeggen dat bedrijven, hoe langer hoe meer gesnapt hebben, dat het niet alleen over bedrijfspagina's moet gaan, maar dat eigenlijk de kracht bij de mensen binnen het bedrijf zit. Veel opportuniteiten. Heel interessant, vond ik ook. Oké, super. Bedankt. Kijk naar uit. Ja.